Goedemiddag iedereen. Mijn naam is Henk-Jo Ottens. Ik ben verbonden aan het kenniscentrum Akkervogels, gevestigd in Zuid-Laren, Drenthe. Wij zijn een kennisorganisatie die zich vooral met zoals de naam al zegt, akkervogels bezighoudt. Maar dat is nogal een term die eigenlijk misschien wel wat uitleg behoeft, want waar ben je akkervogel en waar ga je over naar weidevogel? En de soort waar we het vandaag over gaan hebben, valt ook precies in dat rijtje thuis, de wulp. Is het een akkervogel, is het een weidevogel? Eigenlijk maakt er niet zoveel uit. Over deze soort gaan we vandaag wat meer vertellen. Ik wil Boeren Natuur hartelijk danken voor deze uitnodiging. Het is voor ons een heel mooi podium om zeg maar te kunnen vertellen over de ecologie van de wulp. En wij kijken daar eigenlijk al heel wat jaren naar. En dat doen wij met als doel om voor deze soort, waar het niet heel erg goed mee gaat, eigenlijk gewoon tot kwaliteitsverbetering van het leefgebied te komen. En daarom zijn we heel blij dat wij gewoon ons verhaal kunnen vertellen op dit podium. Dank daarvoor. Ik ben genoodzaakt om altijd eventjes wat logo's van onze sponsoren te laten zien. Zonder de ondersteuning van vogelbescherming en in de slipstream daarvan fondsen, zouden we dit onderzoek niet uit kunnen voeren. Waarbij de rol van provincie Drenthe vooral het faciliteren van heel veel vrijwilligers is in deze. Ik ga vandaag vertellen in 3 kwartier tijd, zodat er nog 1 kwartier over is om vragen te kunnen stellen. En ik ben heel erg nieuwsgierig waar jullie mee gaan komen. Gaan we vertellen over de verspreiding van deze soort. En eigenlijk wat de stand van zaken is voor deze soort. En dat doe ik aan de hand van een aantal dingen. Vooral ingezoomd op Drenthe, waarbij de populatie nog bestaat uit een 400 broedparen. En waarvan ongeveer 99% allemaal op boerenland zit. En dat is niet een klein beetje boerenland, maar dat is eigenlijk gewoon intensieve landbouw. En daar is de wulp als broedvogel terechtgekomen. Want het is nog niet eens zo lang geleden dat wulpen nog op heidevelden broeden, dat wulpen nog in hoogveengebieden broeden. Die natuurterreinen hebben ze verlaten en ze zitten nu eigenlijk voornamelijk op boerenland. Waarbij de mix ongeveer is, 3/4 zit op grasland en 25% broedt op bouwland. En dus is het nou een akkervogel of is het nou een weidevogel? Die kwalificatie, of je zou misschien ook kunnen zeggen die disqualificatie, die zit er misschien wat betreft de uitvoering van het ANLB ook wel wat in de weg. Want hij is eigenlijk te weinig weidevogel om geholpen te kunnen worden, maar hij is ook te weinig akkervogel. Is dat er dat daar ook in dat leefgebied te weinig ANLB voor deze soort beschikbaar is. Wij zijn in 2018 zijn we begonnen met bescherming van nesten. Dus niet alleen maar meer markeren, maar dus ook echt een stroomraster om nesten heen zetten. En dat doen we in Drenthe, doen we dat ongeveer met 150 vrijwilligers. Mensen die nesten opzoeken, die rasters aanleveren en noem het allemaal maar op. En dan lukt het ons jaarlijks om ongeveer 60 tot 70 nesten te vinden. We zitten in de lift, het worden er elk jaar meer. We zullen dus ook elk jaar bestellen we meer rasters bij om alle nesten beschermd te krijgen. Maar dat is een heel mooi aantal. En 1 ding die we wel geleerd hebben, het is heel erg profijtelijk om zoveel mogelijk nesten te beschermen. Het uitkomstsucces, want daar zit het succes in, die is eigenlijk heel erg hoog met 72% gemiddeld. En dat verraste ons eigenlijk, want we wisten niet van zijn wulpen wel tolerant om raster te worden. Maar het is een hele effectieve maatregel, want ze trekken zich er niet heel erg veel van aan. En het levert echt heel veel jongen op. En dat is uiteindelijk waar je op hoopt. En om ook meer te komen te weten van de kuikens, zijn we in 2019 direct ook gestart met zenderonderzoek. Dus komen de eieren uit, dan zijn we er als kippen bij om 1 van de jongen, soms 2, met een radiozender uit te rusten, zodat we ze in de tijd kunnen volgen. Maar zodat we dus ook een beeld krijgen van, hoe bewegen de jongen zich?
Hoe lang houden ze het eigenlijk vol? En als het dan misgaat, wat zijn dan de oorzaken van sterfte? Een belangrijk ding om te weten. En dan kom je erachter is van dat eigenlijk maar heel weinig jongen het redden. Want zo'n 70% van de jongen, die wordt vliegvlug. En wil je tot een duurzame populatie komen, dan zal het echt door moeten groeien naar 28%. En dat is dus precies de opgave waar we voor staan. En waar we dus momenteel bezig experimenten aan het bedenken zijn van, hey, wat zou die kuikenoverleving kunnen verhogen? En vooral in de eerste 2 weken nadat de jongen uit het ei komen, dan is de sterfte het grootst. En daarbij is het vooral zeg maar het maaibeheer wat de jongen in de weg zit. Maar dat kan ook in combinatie met predatie zijn, maar dat kan ook alleen predatie zijn. Hè, zoals gezegd dus, wij experimenteren met typenbeheer. Die de jongen overleving kunnen verhogen. Dus de algemene vraag die ik hier ook stel is van, kan het agrarisch natuurbeheer voor een verhoogde kuikenoverleving zorgen? En hoe zou je dat dan moeten inzetten? En daar ga ik graag in het kennisuur op in. Eventjes wat algemene zaken voor wat betreft de wulp. Hij staat eigenlijk al een tijdje als near threatened op een internationale lijst van trekvogels die bedreigd zijn. En in 2017 is de wulp op de rode lijst van vogels in Nederland gekomen met als status kwetsbaar. En dat is aan de hand van een verlies van 40% populatieafname sinds de jaren 80. En dat is fors. Dus de soort die neemt in hoge snelheid neemt die af. Als wij internationaal kijken naar het verspreidingsgebied, dan is Nederland zeg maar een onderdeurtje. Maar, en dan gaat het vooral om Finland, waarin je de diepgroene kleuring ziet van de hoeveelheid paren die daar leven. Maar we zien toch ook in het noorden van Nederland, in het oosten van Nederland, zien we toch ook wel een groenkleuring, waar nog altijd wulpen voorkomen. Maar het verspreidingsgebied is dus heel groot. En als je dan kijkt naar het leefgebied, Finland bijvoorbeeld, Noord-Europa. En de blauwe lijnen die stellen de trekroute voor waar deze vogels allemaal overwinteren. En de overwinterende wulpen die zijn vooral in kustgebieden terug te vinden. Dan zie je dat er een hele sterke westelijke stroming is richting de Britse eilanden. Maar ook heel veel Noord-Europese wulpen die komen bij ons terecht in de Wadden. Een heel belangrijk overwinteringsgebied voor wulpen. De Duitse en de Poolse wulpen die komen ook bij ons in de Wadden terecht. Maar die hebben ook alweer wat meer een zuidwestelijke trek richting Frankrijk. En dat doen onze wulpen eigenlijk ook. En dus die zuidwestelijke trek die zie je gewoon ook als je wat lager op breedtegraad broedt. Dat die zuidwesttrek gewoon zo blijft. Dus veel van onze wulpen die komen in Frankrijk terecht. In 2021 hebben we zelf 3 wulpen kunnen vangen in Drenthe. En dat is in Zuidwest-Drenthe is dat geweest. En we hebben deze wulpen kunnen uitrusten met een loggensysteem. Waarbij het idee was van, hey, waar komen eigenlijk Europese wulpen terecht, overwintering die ook in Frankrijk. En Frankrijk, daar vindt ontzettend veel afschot plaats, ook van wulpen. En dat heeft ervoor gezorgd is van dat om te weten te komen is van welke wulpen komen dan eigenlijk in Frankrijk terecht. Wilde men graag weten van hoe is dan die trekroutes. Omdat de Franse jacht vooral stelde van maar het zijn vooral de Franse vogels die in Frankrijk overwinteren. En in Frankrijk daalt de populatie niet, dus wij hebben alle recht om te mogen blijven schieten op deze wulp. Dat is in de ban gedaan. Dat wil niet zeggen is dat er nog altijd illegaal veel wulpen, ook grutto's, slachtoffer worden van illegale jacht. Maar wij hadden dus 1 wulp van de 3 die we gevangen hebben, die dus ook permanent in Frankrijk overwintert.
Eén vogel ging naar Ierland toe en een ander die zat wat meer in de buurt, die overwintert in de buurt van in België. Dus wat meer in de buurt. Maar zeker komen vogels van ons in Frankrijk terecht. De verspreiding als broedvogel in Nederland laat deze kaart zien. En dan zie je dat er een heel sterke kern is rond Staphorst in Zuidwest-Drenthe, rond Kampen. En dat gaat zo verder Twente in, Salland in, via de provincie Overijssel richting de Achterhoek. En dan hebben we nog een vlekkerig patroon van voorkomen van wulpen in Brabant. De westelijke provincies zijn eigenlijk verstoken van broedende wulpen. Dat wil niet zeggen is dat agrarische collectieven nu zeg maar de laptop dicht kunnen doen en dan zich afzijdig hoeven te houden van dit verhaal. Blijf vooral aanhaken. Maar het is heel bijzonder eigenlijk is van dat die verspreiding van die wulp vooral vastzit op Hoog Nederland. En ik heb daar eigenlijk ook niet zo goed een verklaring voor. Als we dan kijken, als we dan naar het winterse beeld gaat van de wulp, waarbij zeg maar de paarskleuring de aantallen, de hoogste aantallen weergeven, dan zie je dus dat vooral het West-Nederland is waar dat vele wulpen herbergt. En het zijn vooral de getijdengebieden in de Wadden, maar ook in Zeeland waar veel wulpen zijn. Maar dus ook in het binnenland wel, in Noord- en Zuid-Holland. En bijvoorbeeld ook in de IJsseldelta, waarin vogels terechtkomen om te overwinteren. En het kunnen gewoon ook lokaal broedende vogels zijn, dus die eigenlijk helemaal niet wegtrekken. Het broedgedrag, waar ik nu wat over wil vertellen, dat is eigenlijk al best wel vroeg in het jaar dat het begint. En wulpen zijn eigenlijk vrij stoïcijns in hoeveel eieren ze leggen. Want dat is heel vaak 4. Dat geeft zeg maar het staartje rechts aan. Dat is af en toe leggen ze 3 eieren. Heel soms 5. Of heel soms ook 2. Maar we hebben ook wel nesten met 7 eieren gehad. En we hebben het idee dat daar dan toch een ander vrouwtje zeg maar ook eieren in het nest gaat leggen. Maar het is meestal 4. En je ziet op deze foto is dat deze eieren nog niet bebroed zijn. Ze zijn nog een beetje smerig en deze eieren die glimmen al wat meer. Het gras is ook wat dor. Je kunt eigenlijk niet spreken van een nest. Er wordt wat vegetatie wat erbij geharkt en dat moet het dan ook maar zijn. Dus nuivere nestenbouwers zijn het niet. Maar meestal dus 4 eieren. En op het moment dat wij een nest vinden, dan gaan we eigenlijk al heel snel tot bescherming over door een stroomraster eromheen te zetten. Dat is deze foto. Omdat we erachter zijn gekomen is van hoe sneller je dat doet, hoe profijtelijker dat is. Omdat dat gewoon het spoor wat je naar het nest toetrekt er ook voor zorgt, is dat je predatoren zeg maar niet mee gaan nemen naar een onbeschermd nest. Dus we zeggen van zo snel mogelijk om rasteren. En dan zit zo'n vogel daar eigenlijk pontificaal. Dit is een foto uit de veenkolonie. Die percelen zijn ongeveer 1,2 kilometer diep. En dus dat zijn enorme percelen. Dit is een perceel. Je zou denken dat het zomergraan is, maar hier zijn bieten ingezaaid. En daar wordt dan zomergraan wordt erbij doorgezaaid om stuiven te voorkomen. Maar eigenlijk zijn de vogels heel erg zichtbaar, maar je wil niet weten als je over zo'n groot perceel tuurt, hoe deze grote vogels zich toch nog kunnen verstoppen en zich weten te onttrekken aan het zicht. En dan ben je natuurlijk heel erg nieuwsgierig naar het broedgedrag van vogels. En dan is er één beeld eigenlijk elk jaar wel hetzelfde. Is dat zo'n beetje eind maart. En dat zijn de grijze balken. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is. Dat zijn de grijze balken. Die geven het broedverloop weer per 5 dagen. En dan heb je zo'n beetje half april. Is dat een belangrijk deel. Het belangrijkste deel van de populatie ook zo'n beetje wel eieren heeft. De oranje balken die geven 2024 weer. En dat begon door de omstandigheden begon dat ontzettend vroeg. We hadden het eerste nest hadden we al op 21 maart.
En dat had ook een hele vroege piek eigenlijk, want dat was begin april, hadden we dus al heel veel paren hadden op eieren. En dan spinnen onze vrijwilligers, die spinnen garen, want die vinden dat heel erg geweldig. We hebben een groepsapp en dat biedt alleen maar tegen elkaar op hoeveel nesten er al gevonden zijn, zo vroeg in het jaar. Hè? Dus het houdt niet op. Dat is zo'n beetje de boodschap in die groepsapp. Maar door de omstandigheden kwam er ook al eigenlijk weer een beetje de klatter in. Het was wat, het weer draaide wat om. En dan stoppen wulpen dus ook eventjes. Als de omstandigheden niet heel gunstig zijn, dan stoppen ze dus ook eventjes met leggen. Of het niet leggen eigenlijk. En een andere die ik in deze staafdiagram nog weer wil geven, is, die zit er ook goed in. En dat is dat begin mei. Dat we daar opnieuw nog een piek van broeden hebben. En het is onze lezing in Drenthe dat deze piek nauw verwant is met zeg maar het maaien van de eerste snede begin mei. In Drenthe gaat, en ik heb daar straks nog een staartje van. In Drenthe wordt de eerste snede zo'n beetje gemaaid van grasland. En we kunnen niet zo snel voor de maaieraan alle nesten vinden. Dus er ontkomen wel nesten en vogels die dan mislukken, die kunnen dus wel opnieuw beginnen. Afhankelijk van de omstandigheden, afhankelijk van hoe ver ze overheen zijn. Maar een wulp is best tolerant bij het verlies van een legsel. Heel vaak beginnen ze wel opnieuw. En dat laat, naar ons idee, laat dat deze piek zien. En dan dooft ook meteen het broedseizoen uit. We hebben nog nooit nieuw verse legsels in juni gevonden. Dus mei is echt, mei, april, dat is echt wel de kern van het broeden in Drenthe. En ik ga ervan uit dat het ook in de rest van Nederland zo is. En de broedduur is 33 dagen gemiddeld. Dus dat geeft ook een beetje, dat geeft ook een idee van, dat is natuurlijk een enorme lange periode waarin vogels maar op die eieren zitten. Man en vrouw broeden samen, dus ze doen het echt samen. Nou, dit is een verspreidingskaartje van nestfondsen het afgelopen jaar in Drenthe. Nou, dat is heel sterk geconcentreerd, zich dat in Zuidwest-Drenthe. Daar hebben we de meeste paren. Maar daar hebben we ook de meeste vrijwilligers. Dat is ook zo'n, dat sluit op elkaar aan. En dan hebben we hier B. van Veen in de Veenkolonie. Die doet daar met zijn vrijwilligers hartstikke goed werk. En dat is echt gewoon op bouwland. Dat is echt op bouwland. Daar zijn graslanden, maar heel veel vogels broeden toch wel op bouwland. Omgeving van Koevoorde en Emmen, ook een belangrijke regio voor broedende wulpen. En alles wat leeg is, dat wil niet zeggen is dat er geen wulpen zijn, want overal zitten wulpen in Drenthe. Maar we hebben eigenlijk gewoon niet genoeg capaciteit om al die nesten te kunnen vinden. Hoe jammer ook. Daar hebben we nog veel meer vrijwilligers voor nodig. En het bijzondere is, als je naar de landschapskarakteristiek kijkt en de nesten, dan zijn groen, dat is het landschapskarakter, karakteristiek Beekdal. En dan zie je eigenlijk eens hoe nauw verwant wulpen zijn met open graslandgebieden. Want die hebben in Drenthe hebben die vooral, is dat open grasland. Maar de bruinkleuring, dat is open akkerland. Dat zijn hoogveenontginningsgebieden, dus dat is heel veel akkerbouw. En daar vinden we ook broedvogels in terug. Dus die broeden in granen, die broeden in bieten, die broeden in aardappels, noem het allemaal maar op. En dat is echt heel erg bijzonder, want daar staan we eigenlijk helemaal niet bij stil. Maar we hebben dus op deze locaties die hier rood omcirkeld zijn, hebben we zo'n beetje gemiddeld 8 nesten per 100 hectare. En dat is een enorme dichtheid. Daar komen niet eens veel leeuwerik aan toe. Dus, en dat is ook echt uitzonderlijk als we kijken op wereldniveau van hoe geclusterd wulpen kunnen broeden. We maken foto's van onze vrijwilligers op het moment dat de nesten gevonden zijn, maar vooral op het moment dat rijen eruit gekomen zijn. En dat zijn dit dan foto's van waarin mensen gewoon hun inspanning terug zien komen in de tevredenheid vooral om met jonge kuiken zich even te laten fotograferen. We werken ook met studenten samen die gaan met telescopen pad om eventueel gekleurde wulpen af te lezen, zodat wij gewoon eigenlijk het hele spectrum in beeld houden. En als we dan een nest gevonden hebben, dan gaat er een raster omheen. En je ziet hier dat het gras gemaaid is. En dit is een vogel, dit is een nest, die is direct
opnieuw begonnen met broeden op gemaaid grasland. Dus ze zijn eigenlijk, ze beginnen heel snel opnieuw. Soms is er nog niet eens het perceel geïnjecteerd dat er gebeurt, maar dan, ja, we hebben vrijwilligers die zitten er zo kort op en die vinden de nest dan weer op het vers gemaaide gras. En dan trekken we er gewoon weer een raster omheen van 10 bij 10 meter doen we dat. En boeren die krijgen daarvoor een vergoeding van 100 euro. Dus het is niet zo van dat wij iets van de boer vragen en bedankt voor de moeite. Maar we hebben er ook een vergoeding voor. En het allerbelangrijkste, die wulpen die accepteren deze rasters. En we hebben bekende vogels die echt gewoon na 5 minuten ook weer op het nest zitten. En dan zitten ze gewoon achter de draden en dan gaat alles gewoon weer door. Dit is het graslandbeheer in Drenthe. Vanaf 2009 noteer ik heel veel percelen waarvan ik weet van, hey, deze is vandaag gemaaid. En als je dat allemaal op een bult gooit jaarlijks, dan komen we ongeveer op een gemiddelde eerste maaidata van 7 mei uit. Dus de eerste week van mei dat er gemaaid wordt, gemiddeld genomen. En het laatste jaar lag het gemiddeld op 2 mei, dus best wel vroeg, ondanks dat het heel erg nat was. Laat onverlet is van dat eerste percelen dus ook al vanaf half april gemaaid worden. En je hebt uitzonderlijke jaren waar het wat later is, bijvoorbeeld 2021, kou en nat. En dan gaat die eerste snede gaat er gewoon later af. Profiteren wulpen daarvan, dat zou best kunnen. Maar je ziet in dit soort koude periodes is dat eigenlijk het broeden ook verlaat is. Dus dat heft elkaar een klein beetje op. En het nestsucces wat we berekend hebben tussen beschermde nesten en niet beschermde nesten, en dat zitten we rond de 72% waar het succesvol uitkomt. En doe je dus niks en laat je voor wat het is, dan zit zo'n uitkomstsucces zit zo'n beetje op 25%. En dat laat zien is van dat deze maatregel in zichzelf ontzettend effectief is en wulpen enorm helpt, omdat er natuurlijk gewoon in dit deel ontzettend veel jongen geboren worden. En hoe meer jongen er geboren worden, hoe groter de kans is dat er dus ook jongen gaan uitvliegen. Dan kom ik bij die kuikenfase aan. Dit is eigenlijk de meest kwetsbare fase in de hele broedcyclus. En om deze jongen te kunnen volgen, plakken we er een zender op. En het is niet heel goed zichtbaar. En misschien wel helemaal niet online. Maar hier loopt een antenne van die zender. En dat is een radiosignaal. Het is bijna een paardenhaar, zeg maar. En dat geeft een signaal af wat eigenlijk gewoon over honderden meters goed hoorbaar is. Je hebt er dan een headset bij op. En een klein piepje is voldoende om de locatie van het jong te kunnen inschatten. En naarmate je dichterbij komt, wordt dat piepsignaal wordt sterker. En wij doen dit omdat het ons de mogelijkheid geeft om habitatgebruik te kunnen identificeren, maar ook om de overlevingskansen van jongen kunnen inschatten. En wat zijn nou de verliesoorzaken? Dus dan loop je met een antenne met een koptelefoon en een ontvanger loop ik door kniehoog gras. En je kunt je er alles bij voorstellen is, dat ga je niet op zicht doen. En dus je hebt wel goed in de gaten van aan de hand van de ouders, want die zijn fel, die alarmeren direct. En oude vogels die herkennen je ook, dus daar waar ze op een voorbijkomende fietsen totaal niet reageren. Maar als ik aankom met mijn blauwe bodywarmer, dan is het meteen heibel in de tent. En dan weet je dat is een goed teken, hè, want er zijn er nog jongen. Maar vind ze maar eens. En we willen ze opzoeken, omdat we ook gewoon de jongen meten en wegen. Zodat we ook over hun conditie iets te weten komen. En dit is dan een gezende jong wat in wintergerst zit. Nou, voor zover mensen een indicatie hebben van hoe snel wintergerst kan broeden. Dat gaat als een razende. Op het moment dat die jongen zeg maar uit het ei komen, dan staat het tot aan de knie. En 2 weken later staat het tot aan de heup. En dat is dus het leefgebied waarin die jongen eigenlijk zo snel mogelijk willen uitkomen. Maar er is een ongelooflijk moeras, zou je kunnen zeggen, om eruit te komen. Maar om voldoende voedsel te kunnen vinden.
Maar ook in grasland wat minder hoog is, daar gaan de jongen volledig op en dan zie je ze bijna niet. Hier drukt een jong zich. En ik kan je vertellen, de reflex is als volgt. Je zou er eerder op gaan staan, is dat ze weglopen. En dus ze vertrouwen echt op een schutkleur. Ze gaan niet lopen. Dus je moet heel goed kijken van waar je voeten neerzet. En de overleving van die kuikens, die we van jaar tot jaar volgen, daar komen we erachter is dat we goede jaren hebben waarin gemiddeld genomen veel jongen groot worden. Dat zit hem in 2020, zat het ons een beetje op 22-23% van de jongen wat succesvol vliegvlug werd. Maar we hebben ook echt hele slechte jaren, 2021, waarin het koud en nat was. Dus waar de sterfteoorzaken niet alleen maar zaten in de hoek van predatie of werkzaamheden, maar ook nog eens een keer de kou zijn impact had. Natuurlijke omstandigheden zou je kunnen zeggen, hè, maar daar zakte echt het broedsucces of het uitvliegsucces flink weg. Gemiddeld noteren we 17% als gemiddelde. En dan zie je dat het verval van hier geboren worden en hier nog over zijn, dat is echt gewoon een sterke afname in de eerste 2 weken. Daarin zijn de jongen kwetsbaar voor natuurlijke omstandigheden als weer, om het maar te noemen. Maar hun mobiliteit om te kunnen ontkomen, bijvoorbeeld aan het maaien, is ook nog beperkter in die zin. En daar zorgt ervoor is dat ze gewoon extra kwetsbaar zijn in deze periode. Dus je snapt ook dat als je ze door deze periode beter heen zou kunnen krijgen, is dat het verval aan de andere kant, waar misschien precies hetzelfde is, maar dat ze dan toch met een hoger uitvliegsucces aan het eind uitkomen. En dit heeft, dit deel, die eerste 2 weken, dat heeft al onze aandacht, vooral als het gaat om van, hey, in welke periode hebben ze dan de juiste maatregelen nodig. En dus dat uitvliegsucces, dat is gemiddeld 17%. En ik had al verteld dus van dat de populatie in Drenthe uit 400 broedparen bestaat. Als we een kwart daarvan zouden omrasteren met stroomdraad, dan hebben we een uitvliegsucces van 28% nodig voor een duurzaam behoud van de populatie. Zouden we alle nesten in Drenthe vinden, dus 400, dan is 17% al genoeg voor een duurzame populatie wulpen. Dus dat geeft aan, die wulpen worden heel erg oud. Ze kunnen echt, er zijn voorbeelden van vogels die boven de 30 zijn geworden. Dus ze hebben heel veel tijd, zou je kunnen zeggen. En dan hebben ze zelfs aan 17% uitvliegsucces per jaar, hebben ze genoeg om succesvol te kunnen bestaan. En ook dat de populatie zelfs nog groeit. Dus dat is een hele fijne bijkomstigheid. Maar ja, ga je nu inzetten op het genereren van 600 vrijwilligers? Of zouden we een combinaties maken waarbij we dus niet alleen maar, zeg maar, zoveel mogelijk nesten proberen te omrasteren, maar waarbij we er ook voor willen zorgen is van, hey, wat kunnen we in het opgroeigebied van die kuikens, wat kunnen we inbrengen om, zeg maar, ook de overlevingskansen te laten groeien? En dat is vooral onze blik op deze materie, om vooral, zeg maar, die combinatie te zoeken van zoveel mogelijk nesten proberen te omrasteren en tegelijkertijd investeren in succesvolle maatregelen. Want die sterfteoorzaken van die kuikens, die zijn af en toe heel erg luguber. Want je kunt je voorstellen, hier heeft een jong zich verstopt in een, ja, wij noemen dat in Drenthe, noemen dat een zweel. Dat is dus, zeg maar, bij elkaar geharkte gras, wat via de opraapwagen als kuilvoer, zeg maar, richting boerderij gaat. En op dit vers gemaaide perceel verstopte dit jong zich nou juist gewoon in zo'n zweel om extra dekking te hebben. En ik vond hem doordat ik hem gezenderd had. En dit jong zat tegen vliegen aan. Zat tegen vliegen aan en verstopt zich daarin. Dus dat kan echt dat op het allerlaatste moment kan dat misgaan. En in dat verloop wat ik net liet zien, en ik ga nog eventjes terug naar dit staartje. Hier zit aan het eind zit ook nog een knik in. Het is misschien niet helemaal goed zichtbaar. Maar hier zit nog een extra knik in waarin, zeg maar, het maaien van de tweede snede tot extra slachtoffers leidt. En dus daarin zijn ze nog eens een keer kwetsbaar voor maaien.
Dit is dan een oudervogel die ontzettend waaks is, want die houdt de jongen precies in de gaten. Deze foto's horen trouwens niet bij elkaar, want dit jong zat in een sloot verderop. En ja, waar moest dat jong heen? Dus het kon zich verstoppen in de sloot, maar versgemaaide graslanden stromen vol, in ieder geval in Drenthe, stromen vol met meeuwen, met kraaien, met jagende buizen, ze noemen het allemaal maar op. Maar dit is goed gegaan. Dus dat kan gewoon. Ik bedoel maar te zeggen, er is altijd hoop. Een andere jongen die redden het niet. En af en toe dan treffen we gewoon een zender van een jong op bijvoorbeeld een buizennest af. Dit is een buizennest. En dan heb je altijd verdomd goed signaal. Want als dat echt gewoon van hoog komt, dan pak je zo'n piepsignaal. Dat pak je over een kilometer misschien wel. En ik heb ontzettend veel bij buizennesten geklommen. En ik heb eigenlijk nog nooit een wulp als slachtoffer op een wulpennest gevonden. Maar sinds ik zender heb ik al meerdere wulpen op buizennesten teruggevonden. En de vraag is van, hoe komt zo'n buizerd aan zo'n jong? Dat zou een slachtoffer van het maaien kunnen zijn. Maar het kan natuurlijk ook een slachtoffer zijn van een gemaaid graslandperceel, waarin die ontzettend goed kwetsbaar, goed zichtbaar op is, en dat die toch gegrepen wordt. En dus predatie als gevolg van maaien geldt hier dan ook. Jongen die geboren worden, en vooral jongen die op bouwland geboren worden, die gaan met gezwinde spoed naar graslanden toe. En dus in de hele compositie van ons boerenland, waarbij we natuurlijk hele grote regio, heel veel regio's hebben die in feite alleen maar uit graslanden bestaan, zijn er ook heel veel regio's met combinaties van akkerbouw en grasland. Maar als jongen die op bouwland geboren worden, die zijn echt vaak binnen 3 weken zijn ze gewoon van het bouwland af en hebben ze gewoon beschikbaar grasland opgezocht om zeg maar verder op te groeien. Wij doen onderzoek ook naar insecten en dan blijkt is dat akkers veel schraler zijn aan insecten dan graslanden. Dus dit fenomeen van wegtrek van bouwland richting grasland, dat zit hem vooral gegeven in de hoeveelheid beschikbare insecten voor kuikens. En ouders hebben ook drommels goed in de gaten van waar grasland zich bevindt, maar het neemt niet weg is van dat zij wel als nestlocatie wel bouwlanden kunnen uitzoeken. En misschien wel omdat die weer veiliger zijn, om andere redenen. En onze zenderinformatie, maar ook gewoon visuele observaties van ouders met kuiken. Kuikens, die levert het een volgend beeld op. De rode ster, dat is de nest, dat is de locatie van het nest. En de groene punten geven het ruimtegebruik in de eerste week weer. Blauw geeft het ruimtegebruik in de tweede week weer. En rood, dat geeft het ruimtegebruik in week 3 tot en met 5. Jongen hebben 35 dagen nodig om te kunnen vliegen. En dan zie je dat er dus dat er eigenlijk sprake is van verschillende fases, waarin pasgeboren kuikens in een soort van oriëntatiefase zitten. Waar gaan ouders uiteindelijk met een jongen naartoe? Ze zijn dus eigenlijk lokaal actief in de buurt van het nest. Maar op het moment dat ze wat ouder worden, dan nemen die ouders, en dit is echt een parallel wat we gewoon bij heel veel nesten zien, nemen ouders een jongen mee van ongeveer 2 weken oud naar de plek waar ze uiteindelijk zeg maar ook zullen verblijven om uiteindelijk te kunnen gaan vliegen. En deze twee posities, die hebben eigenlijk een heel beperkt deel van het opgroeigebied wat gemiddeld genomen zo'n beetje uit 5 hectare bestaat. En dus dat eventjes voor het ruimtegebruik. Voor een stelloper met deze lengte en grootte en vooral die lange poten dus, is dat vrij beperkt nog. Maar ze trekken eigenlijk altijd wel uit vanaf de nestlocatie. En dan zie je dus dat die mobiliteitsfase is dat die het grootste ruimtebeslag heeft. Maar ja, hoe sluit je hier nou aan met je agrarisch natuurbeheer of je maatregelen? Want dat is
Dat is best ingewikkeld. Want wat wij experimenteren is van dat wij hier vooral in het opgroeigebied, in de eerste direct na het uitkomen, is dat we daar samen, in samenspraak met de boer, dat we hier onze kuikenranden leggen. En heel vaak worden die randen mondjesmaat gebruikt. Vooral omdat ouders uiteindelijk met een jongen ergens anders terecht gaan komen. Dus je wilt, als je zeg maar een totaalgebied wilt inrichten, ja, dan moet je al gauw denken tot tussen de 5 en 10 hectare, wat dan gewoon zeg maar ingericht zou moeten worden, wil je ze een veilige omgeving bieden. Maar dat is goed om te weten. Want de zoektocht is uiteindelijk om naar een duurzaam en veilig opgroeigebied te gaan, wat ruimte biedt aan opgroeiende wulpenkuikens. En we zijn begonnen bij zeg maar hardcore bescherming. Een beetje afgekeken uit bescherming van andere weidevogels. Namelijk dat we gewoon het hele opgroeigebied van die kuikens, 15 hectare, met stroomdraad hebben omrasterd. En dat is fors. En we hebben dat niet alleen maar, we zijn niet alleen maar tot een volveldse omrastering gekomen, maar we hebben binnen die volveldsheid hebben we ook stroken laten staan. En als totaalmaatregel. Wij zien dit, zeg maar, als meest stringente vorm van beheer wat je zou kunnen inzetten. Omdat we weten is, want dat dit praktisch gezien bijna onmogelijk is om alle wulpen op deze wijze te beschermen. En we hebben dus ook over een, we denken ook na over methoden die wat minder stringent zijn. Het laten staan van de kuikenstroken. Hier zie je trouwens nog de nestplaats, aan deze kant ook. En waarbij we gewoon een grasstrook hebben laten staan die dekking geeft aan het kuiken. Maar die misschien ook weer extra voedsel geeft aan het kuiken. Doordat het misschien toch wat kruidenrijker is, wat hoger is. En waardoor jongen misschien hier optimaler kunnen forageren dan op het vers gemaaide. Dus dit is een tweede type waar wij gewoon naar gekeken hebben van, ik kan dit een uitkomst bieden voor opgroeiende kuikens. En uit onze observaties blijkt is van dat die kuikenstroken eigenlijk heel weinig gebruikt worden. Het hoge gras is bepaald niet favoriet om in te forageren. We zien de jongen zien we meer actief op het gemaaide deel. En dat is allemaal vanuit observaties die we gewoon een uur lang hebben gedaan. En dan kwamen we erachter is van dat ze eigenlijk heel weinig in het hoge gras zitten. Maar we weten niet wat er 's nachts gebeurt. En dus 24/7, daar hebben we niet precies een beeld van. En dus nu suggereert het is van dat ze niet per se deze stroken nodig hebben. Maar je kunt je voorstellen is van dat de aanwezigheid van dekking natuurlijk altijd gunstig is. Voor dit experiment hebben wij boeren ook vergoedingen gegeven. En dan blijkt al is dat het best wel moeilijk is om dit in agrarische bedrijfsvoering in te passen. En zou agrarisch natuurbeheer ook hier specifiek iets zou kunnen zijn om antwoord te geven op deze problematiek, zeg maar. Het inpasbaar maken van deze maatregelen. Ik heb nog 2 dia's. En dan wil ik nog eventjes ingaan op de verzamelde inzichten die wij tot dusver bij elkaar hebben kunnen sprokkelen. Dat omrasteren, dat helpt enorm. En het is relatief goedkoop, want je hebt een enorm potentieel aan vrijwilligers. En boeren die krijgen voor de moeite krijgen ze €100. Er zijn heel veel boeren bij die zeggen van, nee, laat me zitten. Wij zeggen van, oké, gezellig van met elkaar uit eten. En dus ze vinden het een leuke geste. Maar ze hebben het niet, daarvoor doen ze het niet, zeg maar, dat is de boodschap. We hebben ook gemerkt is van dat het ook een hele mooie vorm van samenwerking is waarin boeren steeds meer betrokken raakt. Want uiteindelijk, door de jaren heen, terwijl ze eerst schroom hadden om mee te delen, om deel te nemen,
zien we nu steeds meer dus van, ja, dat het ook eigenlijk hun kuikens worden. En dat is een heel mooi gegeven. Dat volvels omrasteren met stroomdraad, dat is uiterst effectief. Want op deze locaties hebben tot dusver hebben we altijd jongen groot zien worden. Niet alle jongen, maar wel meerdere jongen. En dat geeft dus heel duidelijk aan is van dat loont. Maar het is een ontzettend dure maatregel. Want je vraagt natuurlijk van een boer om gewoon 15 hectare af te zetten waar een vergoeding voor beschikbaar is. En er zijn heel weinig boeren tot dusver die hier ook aan deel willen nemen. Omdat ze bang zijn is dat zij met hun agrarische bedrijfsvoering, het maaibeheer, vooral in de knel komen. En dan eigenlijk niet de vrijheid meer hebben of beperkt worden in een uitvoering van het werk. Dus dat is best wel een zoektocht om mensen hier voor te vinden. Zoals gezegd dus duur en beperkt inzetbaar. Het beeld van de kuikenstrook is van dat ze toch weinig gebruikt worden. Wat onverlet laat is van dat ze veiligheid kunnen bieden. Maar het kaalgemaaide grasland is eigenlijk gewoon een favoriet om op te forageren. En het voedselonderzoek wat we gedaan hebben is dat ook dat gemaaide gras best insectenrijk is. Dus het zit hem niet alleen maar in hoog gras gelegen. Anders dan misschien bij grutto's. Vulpen, kuikens, die kunnen dus ook heel goed scharrelen op de bodem om daar insecten te vinden. Dat is een belangrijke uitkomst. Het opgroeigebied is ongeveer 5 tot 8 hectare. En dat sluit dus lastig aansluitbaar te maken bij ligging van stroken. Ze liggen er wel, maar ze trekken weg. En hoe kom je tot een compositie is van dat ze eigenlijk gewoon die 35 dagen die ze nodig hebben, om eigenlijk gewoon zo'n heel opgroeigebied veilig te maken. En een belangrijke uitkomst is van dat binnen de agrarische bedrijfsvoering, vooral als het gaat om het maaibeheer, is van dat het lastig en inpasbaar is. Maar wij zijn er ook van overtuigd van dat het vanuit een goede samenwerking en mogelijk ook en hopelijk ook vanuit het agrarisch natuurbeheer om hier laagdrempeliger te worden. Want uiteindelijk ons doel is: kan agrarisch natuurbeheer voor de bescherming van de wulp een tool zijn om wulpen op grasland, op bouwland zelfs ook, te kunnen helpen? En hoe zouden we dat moeten inpassen? En ons beeld daarbij, en dan sluit ik met deze dia sluit ik af, is want dat het omrasteren van legsels eigenlijk uitgevent zou moeten worden via het agrarisch natuurbeheer, via de agrarische collectieven. Als management tool om in ieder geval het eerste deel van de broedcyclus extra mogelijkheden te bieden voor de geboorte van jongen. Zet daarbij wel de focus op kerngebieden, daar waar substantiële aantallen wulpen voorkomen. En dan is het... En dat klinkt het misschien een beetje raar, want onze denken gaat niet uit van het uitstellen van maaien, maar juist het inplannen van een eerste snede voor het uitkomen van het legsel. En heel vaak gebeurt dat ook, want als wulpen die beginnen half april, daarvan komen de legsels een beetje, ook half mei komen die uit. En heel vaak is het dan al gemaaid. Dat betekent dus dat je die nesten zult moeten vinden. En op het moment dat je ze dus dan kunt beschermen, dan kan er gewoon gemaaid worden. En dan zit die vogel, die zit er nog steeds te broeden. En die heeft dus, zeg maar, gemaaid grasland tot zijn beschikking, wat prima is om op te kunnen groeien. Maar dan zul je wel na je tweede snede, zul je wel een langere interval moeten organiseren om die hele kuikenfase veilig te kunnen maken. En dat heeft zo'n beetje een interval van 6 weken. Dat is dan wel de periode die ze nodig hebben om gewoon ongestoord te kunnen opgroeien. Maar ook een belangrijk aspect is, en dat zou een volveldse maatregel kunnen zijn die eigenlijk heel gangbaar is
in het weidevogelbeheer, namelijk de inrichting van kruidenrijke graslanden, die ontbreekt eigenlijk voor onze wulpen in Drenthe. Omdat, ja, is het nou een weidevogel, is het nou een akkervogel, in welke gebieden komt hij nou voor? En de gebieden waar hij in Drenthe voorkomt, dat zijn intensief beheerde graslandgebieden, intensief beheerde akkerbouwgebieden, waar eigenlijk gewoon nauwelijks inzet van agrarisch natuurbeheer is. Dus die ontwikkeling van kruidenrijke graslanden, dat is ook eentje die extra wulpen kan helpen. En tenslotte, de ontwikkeling van randzones, perceelsranden, door het onbemest laten van deze randzones, waardoor je verschraling krijgt, waardoor ze extra kruidenrijk zijn. Dat helpt ook kuikens om insectenrijke randen tot beschikking te hebben. Randen die doorgaanbaar zijn, hè, omdat ze gewoon verschraald worden. En extra mogelijkheden kunnen bieden voor zowel dekking als voedsel. En dat was mijn laatste slide. Dank jullie wel. Dankjewel Henk-Jan voor je presentatie over de wulp. Er zijn een aantal vragen binnengekomen en ik zal ze even bij langs lopen. Dat gaat alweer een tijdje terug. Even kijken. Hans vraagt, bescherm je al voor de wulp gaat broeden? Dus hij begint natuurlijk met de eileg. Eerst 1 ei, 2 ei, 3 ei, 4 ei, soms zelfs 7 eieren. Zei je, maar begin je al bij het eerste ei om dat raster te plaatsen? Ja, we hebben zelf in onze vrijwilligersgroep hebben we daar wel wat discussie over. Maar wij zeggen wel van dat op het moment dat je het nest bezoekt om vast te stellen van hoeveel eieren liggen er in het nest, is dat we gewoon met onze tocht naar het nest toe zeggen ook van nestbezoeken betekent direct om rasteren. We hebben er heel veel vrijwilligers bij die meteen bij het eerste ei al zeg maar naar het nest toe lopen en die beschermen wij gewoon. Omdat de ervaring leert is van dat als je een paar dagen wacht, is dat het dus in dat korte tijdbestek al kan mislukken. En is dus ons advies om direct gebroed wordt, maar wel zeg maar al een ei in het nest ligt, om direct te gaan omrasteren. Ja. En hoe zijn jullie gekomen tot het raster moet 10 bij 10 meter zijn? Hebben jullie daar ook mee geëxperimenteerd met verschillende groottes? Ja, dat is dat is wel gevoelsmatig geweest. Maar we vonden het ook misschien wel een geinig idee om zeg maar voor elke vierkante meter een boer een euro vergoeding te kunnen bieden. Dus 10 bij 10. We hebben er vrijwilligersgroepen bij in samenspraak met de boer die er nog een veel groter raster omheen zetten. Omdat die vanuit dat idee ook zegt van dat helpt extra. Maar soms moeten we ook dealen met boeren. Die zeggen van ja, ik wil er niet zo'n groot raster omheen hebben. Ik moet nog aardappels poten. Hè, dus dan wordt het allemaal wat kleiner. En het is niet een wetmatigheid. Het is zo van ja, geen vergoeding. Want je wilt niet 10 bij 10. Hè, dus daarin komen we er samen altijd wel uit. Samen met de deelnemers. Ja, oké. Okay. Nick die vraagt, kun je de afname van het uitkomstpercentage van beschermde nesten van de laatste jaren verklaren? Ja, dat is een goede vraag. Onze angst zit er een klein beetje in, is van dat onze predatoren, om het zo maar te zeggen, gaan leren eens van hoe je zo'n raster in zo'n grasland of in een akker, is dat daar broedende wulpen tussen zitten. Dus onze angst is een klein beetje, zijn wij onze predatoren, wat vooral waarschijnlijk vossen zijn, zijn we die aan het trainen om zeg maar de rasters te prederen? Want we hebben de laatste twee jaar hebben inderdaad een lager uitkomstsucces. We zien het vooral ook in is dat het afgelopen jaar in ieder geval een heel slecht muizenjaar was. Wat ervoor gezorgd heeft van is dat er op zoek naar voedsel echt onder de onderste draad door zou graven om bij de eieren uit te komen. Heel veel wulpen zijn toen nog wel weer opnieuw begonnen met broeden. Ook die nesten mislukken vaak. Dus we hangen het een klein beetje op aan het feit is van dat het slechte muizenjaren waren. We hopen niet is van dat predatoren zeg maar leren is van dat er niet heel veel stroom op staat. Maar er gaan bij ons gaan wel geluiden op van, hey, zouden we nog iets extra's moeten doen om het raster alleen? Of kunnen we ermee door en komen we altijd wel weer zeg maar op percentage 70-75% uitkomstsucces uit? En het zijn er met name vossen die
Ja, we dat weten. Dat is lastig natuurlijk om te bepalen van wat zijn dan dat klopt. De predatoren. Ja, dat klopt. We weten het niet precies. Wat we wel weten is dat het wel vaak zoogdieren zijn, omdat de graasporen onder het raster door zijn. Soms zien we ook niks. Het gaat eigenlijk altijd ten koste van het legsel, dus niet ten koste van de broedvogel. Dus we hebben geen slachtoffers daarin. Maar je kan er houden maar rekening mee dat een breed scala aan predatoren daar natuurlijk voorbij komt. Dassen, steenmarters, maar mis je ook bij hermelijnen en wezels zelfs. Ja. Frans vraagt, zender je alle gevonden kuikens? Nee, steekproefsgewijs nemen we gewoon 1-2 jongen uit het nest. Maar wat wel, een leuke vraag, wat wel aan de orde is, is van dat we, als we weten dat de jongen al uitgelopen, of dat het nest uitkomt en dat er nog niet gemaaid wordt, is van dat we alle 4 jongen gaan zenderen, zodat we ze gewoon terug kunnen vinden in het hoge gras. En dan wordt het meer een beschermingsmaatregel dan dat het een onderzoeksmaatregel is, zeg maar. Om de jongen, zeg maar, voor de maaier aan in het hoog gras te kunnen opzoeken. En dan verplaatsen we naar het aanpalende perceel om ze daar in veiligheid te brengen. En dan is het eigenlijk een beschermingsmaatregel. Oké. Plaats je ook, dat gaat eigenlijk weer even terug op de vorige vraag, plaats je ook wildcamera's? Voor observaties. Ja, we hebben vrijwilligers erbij die zelf camera's bij het nest neerzetten. En dan is het vaak heel moeilijk zichtbaar wat er nou precies om het nest heen scharrelt. Dus dat, kijk, alles wat zichtbaar is, dat is wel een vos, zeg maar. Hè? Een grotere zoogdier, dat kan ook een das zijn. Maar heel vaak is het nest ook leeg en dan staat het uiteindelijk toch niks op beeld. Dus dat maken we nog wel eens mee. We willen wel investeren in betere camerasystemen om een beetje houvast te kunnen hebben aan van wat komt er eigenlijk echt voorbij. Ja, ja. En Mirjam vraagt, wat is de reden dat de wulpen niet meer te vinden zijn in onze heidegebieden en hoogveengebieden? Ja, ik ken ze zelf nog van het Balloerveld in Drenthe. We vonden daar destijds, zonder dat we erbij stilstonden, is van dat het habitat eigenlijk al aan het verlaten waren. Liepen er zo verschillende wulpen op de heide uit. Ik heb heel veel kauwtjes bijvoorbeeld die in konijnenholen broeden, heb ik allemaal op de heide zien verdwijnen. En ik wijd dat aan, zeg maar, een onveilige omgeving door hoog predatiedruk, is van dat ze heidevelden zijn gaan verlaten. En zijn ze uiteindelijk zijn ze op het boerenland terechtgekomen. Daartussen zat nog, zeg maar, natuurlijke beekdalsystemen, waarin ze vervolgens opdoken. Wat we trouwens niet helemaal weten is van dat heidevelden misschien ook wel heel erg beperkt waren wat betreft voedselvoorziening. Dat kunnen we niet helemaal inschatten, maar we weten wel dus van dat de op beide velden heel sterk is geweest. En dat zou ook een impact kunnen hebben op wulpen met jongen. Maar uiteindelijk zijn ze op boerenland terechtgekomen. En we hopen niet dat het eindstation wordt natuurlijk. Ja, ja. Er komen nog heel veel vragen binnen. Ik denk dat we even een keuze moeten maken. Hans vraagt nog, hoe komen je aan de financiële middelen? En eigenlijk heb je de sponsoren al kort benoemd in de presentatie. Dus die vraag kunnen we denk ik snel afhandelen. Ringen jullie alle kuikens ook? Ja, we ringen alle kuikens. In de wetenschap is van dat er maar enkelen het gaan halen. Maar we weten nooit welke het gaan halen, natuurlijk op voorhand. Dus we zien heel vaak de eieren uitkomen. De jongen lopen niet direct uit het nest. Dat kunnen ze wel, maar eigenlijk worden de jongen nog meegebroed terwijl het laatste ei nog niet uit is. En van de 4 eieren komen er vaak eerst 3 uit. En het laatste ei, dat wordt nog steeds bebroed. En dat komt vaak een dag later uit of een halve dag later komt het uit. En dat zorgt ervoor is dat op het moment dat we bij het nest komen, alle kuikens nog wel in de buurt zijn. Die ringen we allemaal. We zenderen er 1 of 2. En naarmate de jongen opgroeien en mogelijkheden hebben om, zeg maar, richting vliegvlucht te gaan, dan kleurringen we ook jongen. Omdat we ook uiteindelijk uit de ringaflezingen, kleurringaflezingen willen weten van, hey, om welk individu gaat het.
Dat geeft ook een enorme boost aan ons vrijwilligerswerk, want mensen vinden het fantastisch om zeg maar als kuikengeringde vogels weer als broedvogel terug te zien komen in de broedgebieden. En terwijl zij zeg maar verantwoordelijk zijn geweest uiteindelijk voor de geboorte ook van zulke jongen. Ja, ja. Zorg voor een band met individuele vogels. Ja. Mag je zomaar kuikens ringen? Vraagt Hans zich af. Ja, daar gaat een lang traject van legitimatie gaat eraan vooraf. En dus ik ring al heel lang. Ik heb daar allerlei cursussen voor moeten doen. Ik heb moeten bewijzen om zeg maar zorgvuldig met vogels in de hand om te kunnen gaan. En dan gaat het niet alleen over om wulpen, maar dan gaat het ook om zangvogels. Dan gaat het ook om roofvogels, om wat te noemen. En dus dat is, dat doe ik nou, ik denk 25 jaar, als het niet langer is. En dus dat ben je, en daar krijg je elk jaar krijg je daar een vergunning voor. En moet je ook aantonen is van dat je gewoon je skills op orde hebt. Dus daar, dat is niet zomaar iets van een houtje touwtje is. Theo vraagt, profiteert de wulp ook van plasdras? We hadden het al over Kruidenrijk Grasland. Ja, vanuit het wij. Ja, dat is natuurlijk een plasdras is natuurlijk een ontzettend interessante maatregel. Ik heb het niet voorbij laten komen, omdat we kennen eigenlijk in onze zoekgebieden kennen we eigenlijk heel weinig plasdras. Maar daar waar plasdras is ingebed, hebben we eigenlijk ook altijd wel wulpen. En dat is het dus. Ik durf niet te zeggen is van dat ze er zitten omdat er plasdras is. Maar heel vaak zitten ze wel in de buurt. Maar ze zitten niet direct rond de plasdras. Ze zitten in de buurt. En we hebben eigenlijk ook niet voorbeelden van jongen die dus richting de plasdras gaan. Die altijd omrasterd zijn. We hadden het afgelopen jaar trouwens wel een vogel binnen een plasdras. Maar het zou dus best, het zou best iets kunnen zijn. Waarin zeg maar extra mogelijkheden tot veilig broeden zijn ingebed. Of extra mogelijk om te kunnen fourageren. Het uitkomstsucces van die wulpen die bij plasdras zitten, of binnen plasdras, is heel erg laag. Dus op een of andere manier komen er toch altijd predatoren daar binnen, omdat er veel meer vogels zitten. Er zitten kievieten, er zitten grutto's, tureluurs kunnen daar zitten. We hebben ook nog wel eens een bruine kiekendief die voorbij komt. Dus het lijkt net of het ook niet alleen magneten zijn voor weidevogels, maar ook voor predatoren. Ja, ja. Dan is het tafeltje dekje natuurlijk. Ja, dan heb ik zelf nog een vraag. Het ging veel over het maaien, het uitstellen van het maaien, van de maaimoment. Of juist het vooruitschuiven van het maaimoment van de eerste maaisnede. Maar hoe zit het met wulpen, kuikens en bewijding? Gaat dat goed samen? Ja, dat hopen we komend jaar te kunnen testen. Waarin we mogelijk het onderzoeksgebied gaan uitbreiden naar Overijssel. Waarin we dus gewoon op de landerijen van een pachtboer van de natuurmonumenten hopen te kunnen gaan rondlopen. Die ook heel actief is met bewijding. En we weten is van dat bewijde percelen of percelen waar koeien rondlopen een extra activiteit van insecten is. Dus ik zelf zie helemaal een hele gunstige combinatie voor me. Maar de praktijk zal moeten uitwijzen of dat ook werkelijk zo is. Want een enorme veedichtheid natuurlijk leidt ook, en dat weten we uit al langjarig weidevogelonderzoek, leidt ook vaak weer tot extra slachtoffers. Maar ik ben er heel erg nieuwsgierig naar. Oké. Okay. Nou, één na laatste vraag en dan nog even een opmerking van Frits. Die zegt, wij in het Staphorsterveld rasteren pas bij een vol nest. Doe je het eerder, dan is het risico te groot dat het nest verlaten wordt. Het gebeurt toch al meer bij gerasterde nesten dan niet gerasterde. Nou, dat is misschien een ervaring van Frits vanuit Overijssel. Ja, we zijn schaapplichtig aan het Staphorsterveld. Hè, want daar zit de kernpopulatie zeg maar, van de wulp. Die worden ook al heel lang gevolgd door vrijwilligers samen met Gerrit Gerritsen en die daar zijn populatieonderzoek doet. Ja. Onze ervaring is nestbezoek is omrasteren. En wij hebben intern hebben ook een discussie daarover van leidt op het moment dat het verlies van een ei of het verlies van een legsel nog niet heel erg duur is
omdat er nog maar één ei in ligt. Een wulp kan dus zo weer opnieuw beginnen. En is bij ons ook wat discussie over, van, moet je dan al rasteren? Wij opteren dan eerder zo van, oké, onze inschatting is, deze vogel is net begonnen. En we komen eigenlijk, gaan later het nest bezoeken, op het moment dat het legsel compleet is, om dan te gaan omrasteren. Maar wat overeind blijft voor ons is, van als je er dan toch nog goed toe gaat, trek er maar een raster om, omdat onze ervaring eigenlijk gewoon heel gunstig is op dat gebied. Ja. Interessant. De laatste vraag was nog, dat was een eerdere vraag van Hans. Hoe zit het met, we hebben het veel gehad over grondpredatoren, maar hoe zit het met de vliegende predatoren? Ja, en die doen ook zeker mee. En wat we zien is van dat lokale buizerds, vooral in de jongensfase, kunnen toeslaan. Dus roofvogels, met uitzondering van een bruine kiekendief of andere kiekendiefsoorten, die kunnen van invloed zijn op eieren, op de eifase. Maar er worden gewoon kuikens gepakt door buizerds. En vooral als het rond het maaien, als kuikens ook extra zichtbaar worden. Het interessante is van dat verliezen door roofvogels zich vaak beperkt tot 1 kuiken, misschien wel 2. Het kost niet alle kuikens de kop. En dat is anders dan bij zoogdieren. Die kunnen in 1 nacht alle kuikens opruimen. En dat maken we heel vaak mee in direct eigenlijk nadat de jongen zijn uitgekomen. Nog klein zijn, weinig mobiel zijn. En als er dan alarm is van ouders, dan maken we vaak mee van dat het hele gezin in 1 keer kan verdwijnen. Oké. Dankjewel Henk-Jan voor jouw mooie verhaal over de wulp. Graag gedaan. Dit was het Boeren Natuur Kennisuur. Tot de volgende!